Hoi, ik ben Mandy. Leuk dat jullie kijken. Stencils en masks nummer 311 tot en met 316 zijn 6 veelzijdige basisstencils. Vandaag laat ik jullie verschillende mogelijkheden zien met deze stencils. Ik gebruik Krealis ruitjespapier. Deze kun je downloaden op de Krealis website. Aan het einde van de video leg ik uit waar je deze download kunt vinden. Leg je basiskaartvorm precies in het midden van het ruitjespapier en plak vast met non-permanent tape. Op de stencil staat ook een horizontale en verticale lijn. Deze leg ik precies op de 2 dikke lijnen van mijn ruitjespapier. Zo komt het patroon altijd perfect in het midden van je kaart. Plak het stencil vast met non-permanent tape. Gebruik inkt en een blending tool om de cirkels van je stencil in te kleuren. Naast het basispatroon kun je door het stencil te verschuiven ook andere patronen maken. Als de inkt van de basistechniek donker genoeg is, zie je deze door je stencil heen en kan je op deze manier schuiven met je stencil. Als de inkt licht is, lukt dit niet en dan kun je een mal maken om dit toch voor elkaar te krijgen. Hiervoor heb je nodig een watervaste pen en een stukje transparante sheet. Leg de transparante sheet aan de achterzijde van je stencil en plak vast met non-permanent tape. Draai het geheel om en teken het patroon van het stencil met een watervaste pen op de transparante sheet. Plak de basiskaart met non-permanent tape op het ruitjespapier. Leg de mal hieroverheen op de plek waar jij straks de nieuwe cirkels wilt hebben. Plak de mal aan de onderzijde vast met non-permanent tape. Pak het stencil erbij en leg de open cirkeltjes gelijk met de cirkeltjes van je mal. Plak het stencil met een breed stuk non-permanent tape vast aan de bovenzijde. Druk de non-permanent tape goed vast. Klap het stencil omhoog, klap je mal naar beneden en klap het stencil terug. Gebruik inkt en een blending tool om de cirkels in te kleuren. Gebruik een stuk non-permanent tape om een deel van je stencil af te plakken waar je geen inkt op de kaart wilt. Zoals hier bijvoorbeeld de bovenste en onderste rijcirkels. Je kunt ook verschillende stencils gebruiken, zoals hier de cirkels en vierkanten. Ik heb de vierkanten al geblend en nu wil ik de cirkels erbij. Op deze manier kan je verder gaan door nu bijvoorbeeld weer het stencil met vierkantjes te gebruiken. Stencils en mask nummer 311 zijn de cirkeltjes. Stencils en mask nummer 312 zijn de vierkantjes. Stencils en masks nummer 313 zijn de zeshoeken. Stencils en masks nummer 314 zijn de wiebers. Stencils en masks nummer 315 zijn de lijnen. Stencils en masks nummer 316 zijn de hoeken. Ook het designteam ging aan de slag met deze leuke stencils.
Zo maakte Marianne alle voorbeelden die ik net liet zien. Aletta, Anna, Carla, Tipti en Wilma gebruikten de stencils voor de achtergrond op hun kaart. En dit zijn mijn kaarten geworden. Ga naar de website van Crealease. Zoek in de rode balk naar downloads en klik op diverse downloads. Klik op Crealease ruitjespapier. Klik rechts op gridpaper A4 PDF. Print de download op 100%. Lamineer je ruitjespapier compleet glad als je het vaker wilt gebruiken. Heel veel plezier met Crealease stencils en masks. En tot de volgende keer. Doei!